Ja, dit is weer NAC TV bij Breda Nu. Ja, wat mij betreft doelpunt van de maand. Bal op de borst aannemen en dan met links verwoestend uithalen. Oftewel Kenny van der Weg tegen Helmond Sport. 1-0. Doelpunt van de maand. Kevin van Dieren, maar een half jaar de puurbasis of teken je bij bij NAC? Nou ja, de intentie is om bij te tekenen. Mijn zaakwaarnemer is in gesprek met Hans Mulders. En de bedoeling is gewoon om binnen nu in een paar weken rond te komen en voor 2 jaar bij te tekenen. Ik had eigenlijk verwacht dat je ooit een mooi koppel had gevormd met Sander Fischer bij Excelsior. Ja, dat heb ik wel even gevormd met Sander Fischer. En ja, helaas mocht het niet zo zijn dat ik die plek vasthield met hem centraal achterin. Maar ik denk dat ik nu met NAC echt een fantastische club heb gevonden. Dus ik mag zeker niet klagen. Afsluitende vraag. Morgenavond Dordt uit. Speel je mee op de Krommendijk? Dus daar ziet het er wel naar uit met de training. Ja. Dus ik speel morgenavond. Heel veel succes morgenavond en tot gauw weer. Ja, dankjewel. Hey, bedankt. Ja, bij mij Kenny van der Weg. In de intro heb ik het al aangegeven voor mijn doelpunt van de maand. Ja, voor mezelf ook. Ik scoor niet zoveel en als je dan zo scoort, doen we ook maar gelijk voor de maand dan. Heb je dat ooit geleerd bij Sparta 20? Ja, daar heb je wel de basis geleerd natuurlijk. Dat zal duidelijk zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat zo konden voetballen. Frans de Ziel onder andere, Günther Netzer. Ja, je past wel in het rijtje. Ja, nu zeggen de mensen dat. Nu moet alleen maar laten zien dat het zo door moet gaan. Morgenavond, Dordt uit, thuis 7-0 gewonnen. Wordt toch lastig op de Krommendijk? Ja, zeker weten, de wedstrijd begint weer bij 0-0. En hebben zoveel moeite gehad met de 7-0 nederlaag. Dus die zullen nu extra erop klappen om wat recht te zetten. En we verwachten een lastige wedstrijd. Je hoeft die bal niet op de borst te nemen, je kan hem gewoon links uithalen. Ik verwacht toch wel een aardige goal morgenavond weer van jou. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik ga er weer alles aan doen om weer te scoren. Maar laten we maar eerst zorgen dat we gewoon winnen. Dat gaat eigenlijk toch wel beter met je. Dat vind je zelf denk ik ook wel, hè? Ja, ik kom lekkerder in mijn spel nu. En dit soort momenten, dat helpen me wel om nog meer vertrouwen te hebben en nog beter in mijn spel te komen. Goed dat je weer voor de camera's, Kenny. En succes morgenavond in Dordt. Dankjewel. Ja, dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Morgenavond. De wedstrijd FC Dordrecht tegen NAC Breda op de Krommendijk in Dordt. Ja, Dordt zal er alles aan gelegen zijn om natuurlijk zich te revancheren van de 7-0 nederlaag eerder dit seizoen. NAC Dordrecht 7-0. En Harry van der Ham kennen zal hij ze zeker op scherp zetten. En overigens voor de mensen die de statistieken bijhouden. Dordrecht tegen NAC is nog nooit gespeeld in de Eredivisie. Nou, dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.